Welkom terug en leuk dat je weer kijkt. Review 222. Mensen. Mooi. Ik hou van gelijke cijfers. Hè? Dat je dan 222. Ik vind het mooi. Laten we er gewoon een hashtag aan plakken. 222. Nou, een beetje lang. Maakt niet uit, genoeg gelul. Bier. De laatste tijd, niet de laatste tijd, afgelopen jaar, hebben we aardig wat biermeel gehad van Grolsch. En in dit geval de Grolsch proefbrouwerij. Dat is zeg maar de proefbrouwerij van Mark Jansen. Mark Jansen heeft daar een heel imperium en daar brouwt hij van allerlei nieuwe speciaalbieren. Om te kijken of dat wel op de markt kan, wil gaan komen. En er zijn een aantal van die biernerds, zoals ik, die mogen dan een soort van voorproeven en dan hun mening geven. Nou, dat doen wij hier al bijna 2 jaar, hè? Het is dat je het weet. En ik heb zelf zoiets van, ja inderdaad, het is de Grolsch-tijd. Laten we het glas gewoon over eens neerzetten. En deze keer, normaal zijn het van die kleine doosjes van 0,33 centiliter die dan binnenkomen. Deze keer. Ik heb trouwens ook een keer. Dus ik lieg eigenlijk. Ik heb ook wel eens een keer zo'n fles gehad. Zo'n hele grote. 1,5 liter volgens mij. Maar goed, deze keer is die iets groter. En ik ben heel erg benieuwd. En ik heb er nog een paar staan ook. Want nou, volgens mij krijg ik bijna om de 2-3 weken komt er wel post van Grolsch. En daar wil ik Grolsch uiteraard, Mark Jansen, hartelijk voor danken. Super tof. Ik probeer ze allemaal te reviewen en dat gaan we uiteindelijk ook doen. Alleen ja, de ene keer dan heb ik er nog een aantal staan die ik eerder moet reviewen. En we gaan hem openmaken. En ik moet zeggen, die doosjes vind ik altijd echt gaaf. Eens kijken wat erin zit. Wat zit erin? Een beugelfles. Classic beugelfles van Grolsch. Nou, dan gaan we even uit Sean. Even kijken. Alrighty then. De Grolsch kruidige trippel. Check. Nou, met het Grolsch proeverij logo erop. Ik weet, want ik heb hem al zien staan bij de Albert Heijn. Dat is inderdaad bij een x-aantal Albert Heijn en misschien ook wel andere winkels hoor. Maar ik kom vaak bij de Albert Heijn. Zag ik hem liggen. En nu dan ook via de post. Ik heb hem nog niet gehad, dus ik ben erg benieuwd. 8,3% aan alcohol. Dus een flinke trippel. Staat ook bij, kruidige trippel. Tenminste houdbaar tot augustus 2019. Zit ook een kaartje bij. Eens even kijken hoor. De Grolsch kruidige trippel is gebrouwen met kardemom, koriander en citroengras. Lekker. De toevoeging van deze kruiden geven de Grolsch trippel een onderscheidend karakter en een frisse smaak. Getekend Mark Jansen. Ziet er echt briljant uit. Ja, ik ben ook gek op trippels. En ik weet niet of je het nog kan herinneren, ik had een review gedaan. Van de vatgerijpte trippel, ook van de Grolsch proeverij Mark Jansen. Die was zo vreselijk lekker. Mark, nogmaals, breng die uit. Die is echt heel goed. Ik weet niet of het heel veel werk oplevert, geen idee. Maar één ding weet ik wel, dat is een bier die ik heel graag terug wil zien. Niet alleen ik, meerdere mensen. Daarom ben ik extra benieuwd naar deze kruidige trippel van Grolsch. Staat ook bij een limited edition, dus... Misschien komt die uit ooit, ik weet het niet. We gaan in ieder geval traditioneel de Grolsch beugel ontpoppen. Alleen het geluid al. Here we go. 3, 2, 1. Yes, sir. Prachtig geluid. Ik moet altijd denken aan de bioscoop met dat geluid. Nou, hè? Ja. Nou ja, hè? Tuurlijk, dat weet je toch. Begint net de film.
En wat hoor je dan? Pop, 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 pop. Dat je echt denkt, oh, ik wil de film kijken. Kappen. Dat heb ik altijd. Ik wil altijd in alle rust een film kijken. Gelukkig staat het geluid hard in de bioscoop, dus valt het wel mee. Maar het is even een dingetje. Ik ga me inschenken. De kruidige drippel van Grols. Here we go. Ja, het valt je misschien wel op. Remy houdt van praten. Ja, maar het is ook echt zo. Ja, ik zou zeggen, vraag het na bij Gerben, Dutch Beer Geek. Gerben is Dutch Beer Geek. Thomas van Thomas Opent of Jurion van Eikhart. Ze kennen me inmiddels. Remy houdt van grappen en grollen en ook wel van heel veel praten. Daarom duren mijn reviews vaak iets langer. Mocht je het vervelend vinden, moet je dat even aangeven. Maar ik zeg wel één ding. Ik kan er niks aan doen. Ja. We gaan gewoon door. Bier. We gaan hem ruiken. Hallo. Zo. Koriander in overvloed. Kardemom komt ook aardig goed terug. Maar ik moet zeggen, die koriander. Hou jij van koriander? Ik ken een aantal mensen die zeggen, koriander in bier. Nee, dat wil ik niet. Is niet lekker. Ja, Remy vindt heel veel lekker. En ik vind koriander in bier. Ja, je raadt het al, hè. Dat vindt Remy wel lekker. Juist. Hij ruikt echt, ja, wat ik al zei, koriander. Enorm fruitig. Vol. Ja, hij is ook 8,3%. Dus ik denk ook wel dat het een aardig vol biertje is. Ik ga hem gewoon lekker proeven. De kruidige trippel van de Grols proeverij van Mark Jansen of van Grols, weet ik veel. Maakt niet uit. Cheers. Lekker. Wauw. Koriander, maximaal. Merk ook een beetje sinaasappelachtig. Maar vooral echt inderdaad een kruidige trippel. Zoals het zegt, ja, er is niks aan gelogen. Ja, heel fijn biertje. Supervol, fruitig. Nogmaals, koriander, kardemom komt goed terug. Fijn, lekker biertje. En wat mij nu even opvalt, hè. Ik zit zo naar die fles te kijken. Er staat 45 centiliter op. Ik weet niet of jij dat ook kan bevestigen, maar hadden vroeger de Grols beugelflessen niet gewoon, waren dat niet gewoon halve liters? Ik weet het niet. Ik heb het idee altijd gehad dat het gewoon halve liters zijn, ook in de bioscoop. Klopt dat niet, hè? Misschien dacht ik dat. Ik bedoel, weet ook niet alles. Als jij het wel weet, laat het even weten in een comment. Altijd leuk. In de categorie waar heb je hem gekocht en voor hoeveel? Ik heb hem van Mark Jansen. Via de post. Geen idee wat hij kost. Wel verkrijgbaar bij de Albert Heijn. Ik weet even niet precies wat hij kost. Volgens mij zo rond de 2,5 euro. Als ik die bier een cijfer moet geven, ik geef hem een 7,5. Mooi cijfer. Het is inderdaad een goede kruidige trippel. Koriander komt heel goed terug. Eén ding. Ik hou van koriander. Dus ik vind het bier echt gewoon lekker. Maar als jij zegt van, ik moet niet te veel koriander of kardemom in mijn bier. Dan zal dit denk ik voor jou iets minder zijn. Maar ik geef hem toch een 7,5. Want het is een heerlijk biertje. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Uiteraard. Bedankt voor het kijken. Abonneren, liken, comments. Volg me op Instagram, Twitter, Facebook. Kan allemaal. Nogmaals, bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers.